Sinds de eerste restricties werden aangekondigd door de Colombiaanse regering, rond het midden van maart, zijn veel mensen ontslagen of heeft de bevolkingsgroep die op straat werkt moeite om er rond te komen omdat zij hun economische activiteiten niet kunnen uitvoeren. Dit is vooral een probleem voor een groot gedeelte van de 1,8 miljoen Venezolaanse vluchtelingen in Colombia, die op dit moment vaak niet voor voedsel of onderdak kunnen betalen. Daarom hebben tienduizenden Venezolanen ervoor gekozen om aan een lange tocht door de Andesbergketen terug naar Venezuela te beginnen, waar ze op zijn minst een huis hebben of bij familieleden terug terecht kunnen. Bij aankomst worden ze in Venezuela in quarantainecentra opgesloten, waar ze onvoldoende voedsel krijgen, soms worden mishandeld en waar absoluut geen sanitaire voorzieningen aanwezig zijn.